zijn. Matthias Terrel. Sluit hem in, sluit hem in! Ja, dat was denk ik een wedstrijd waar alles goed viel en elke kans een doelpunt was. Ja, dat zal een mooi begin zijn, maar laten we beginnen om gewoon die wedstrijd proberen te winnen. En op welke manier en met welke uitslag, ja, dat zien we later wel. Ja. Ondertussen is natuurlijk een beetje aparte situatie ontstaan rondom Siep van Ottelen, want hij lijkt naar Heerenveen te gaan. Het is nog niet helemaal definitief. Hoe ga je daar als trainer mee om? Ja, ik ben gewoon met Siep in gesprek daarover en ik kijk ook hoe hij traint en hoe hij zich gedraagt in de groep. En op het moment dat ik denk dat te veel bezig is met Heerenveen, dan zullen we daarop ingrijpen. Dat is nu niet zo. Ik weet dat het speelt en dat heb ik met hem besproken en dat bekijken wij per dag. En baal je ervan dat zo'n jonge speler die zich goed ontwikkeld heeft dan ineens kan vertrekken? Ja, daar baal ik wel van. Alleen je hebt ook te maken met de keuzes van een speler en zijn entourage. En daar hebben we niet altijd alle, hoe zou ik het zeggen, hebben wij niet altijd alle invloed op. En wij spreken met deze jongen. En maar goed, op het moment dat zij andere keuzes maken, ja, dan heb je dat te accepteren. Ja. Ja, er komt een hele leuke wedstrijd voor jou aan, hè? Telstar. Ik kan me voorstellen dat jij er echt naar uitkijkt. Ja, klopt. Ik keek er echt naar uit. Ik wist al voor de winterstop dat we tegen Telstar moesten gelijk op 3 januari. Dus ik keek er echt naar uit. En het is leuk dat ik die jongens weer zie. En mijn oude club. En nog een beetje nog appen en zo van tevoren al? Ja, ik heb wel wat oude teamgenoten gesproken. Dus het is wel even leuk. Gewoon wat gesprekken voor de wedstrijd. Ja, vorig jaar scoorde jij in de wedstrijd Telstar NEC, maar dat was verder geen leuke ervaring voor jou en voor Telstar. Nee, zeker niet. Het werd 1-7, dus dat was helemaal geen goede herinnering van mij. Ja, je maakte wel de enige goal. Ja, dat wel, maar het liefst had ik die wel gewonnen. Alleen nu met NEC hopelijk.